počúvate Back, Sad na Lila. Ik heb afgesproken met Anje. Ik zit in de La Place gezellig. Already. Ja man, nee, echt heel veel zin in. Hallo allemaal, Shoep Holly. Het is vandaag dinsdag 10 maart. Vandaag is de Holly Scholentour initiatief van Shanti Raamseren. Ik zal meteen de flyer even laten zien. Wellicht heb je hem al voorbij zien komen op social media. Hoogstwaarschijnlijk wel, niet te missen. Maar het gaat echt heel leuk worden. Ze heeft me al een aantal dagen geleden benaderd. Het was eigenlijk allemaal best wel last minute. Maar ik zal het even gauw in het kort uitleggen. Een aantal jaar geleden kwamen ze er in Nederland achter dat hollypoeder die we hier hadden een giftig stofje bevatte. Dus het werd verboden. En daardoor vierden heel veel mensen en scholen, ook Hindoeaanse scholen, eigenlijk niet holly meer op een hele uitbundige manier. Maar holly zelf wordt natuurlijk altijd wel, vooral in India en Suriname, heel uitbundig gevierd. We hadden hier ook een aantal grote festivals in Nederland. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Ik weet alleen dat het op de Hindoe-basisscholen niet meer echt werd gevierd. Nou, toen Shanti mij had benaderd, zij is een hele goede vriendin ook van mij. Velen kennen haar als Shanti Photography. Nou, twijfelde ik eigenlijk geen moment, want ze zei van kinderen gaan het leuk vinden. Het is een leuk initiatief, gewoon voor een goed doel. We gaan de kinderen happy maken en toen was ik al verkocht, dus ja, I'm in. We gaan meet and greets houden, vandaar dat ik ook allemaal leuk promomateriaal bij me heb. Ik heb vaker voorgelezen op Hindoe Basisschool in Den Haag. En daar haalden de kinderen altijd hun notitieboekje tevoorschijn omdat ze een handtekening wilden. Of sommigen op hun hand, super grappig. Maar ik heb nu dus promomateriaal laten drukken. Meteen ook reclame voor mijn nieuwe track, Jora Jori, die binnenkort uitkomt. Maar ja, dat gaan de kids natuurlijk hartstikke leuk vinden. En we gaan met een groepje artiesten. We gaan met Wirish. We gaan met JK Jurgen. Met Ashley Esme. En met mij en Shanti. En hoe heet het? Ja, wat was er nou? Dus die poeder werd verboden. En Shanti kon toen via een connectie van haar aan veilig hollypoeder komen. Op basis van maismeel. Dus dat heeft ze toen geleverd een aantal jaar geleden aan verschillende basisscholen, Hindoe basisscholen. En dat werd heel erg gewaardeerd. En dit jaar hebben ze haar weer gevraagd. En toen dacht ze, weet je, jammer dat er geen aandacht, dat er niet meer aandacht voor is. En dat het niet meer zo uitbundig wordt gevoerd of gevierd. Laten we er gewoon iets groters, mooiers, beters, leukers van maken. En toen heeft ze ons opgetrommeld. En we waren allemaal meteen enthousiast. Dus we gaan straks aan tour. Superleuk. We hebben shirtjes met Hindoe Holly. Jezus, ik ben nog niet helemaal goed wakker. Maar we hebben shirtjes met Holly Scholentour erop en onze namen. Dat heeft Amit geregeld van Dukaan.nl. We hebben volgens mij stickers op de auto's en op het busje en weet ik veel wat allemaal. We hebben echt een hoop leuke dingen. We kregen heel veel leuk support en ineens heel veel media aandacht. We werden echt benaderd door heel veel mensen. Dus hopelijk kunnen we het volgend jaar of de jaar daarop of de volgende jaren erop het allemaal groter en leuker aanpakken. Ik vind het echt een goed initiatief. Let's do it. Heel veel zin in. Let's go. Ik ga even wat eten. Yes. Ik ben met Shanti. We're on our way to Almere, hè? Eerste stop. Yes. En kijk, superleuk. Ik zal jullie straks even beter laten zien. Maar Dukaan.nl heeft ervoor gezorgd dat we deze mooie shirtjes hebben. Met Shoep Holly erop. En
voor die scholentour. Ik laat het straks wel even goed zien, maar zo leuk man, echt super leuk gedaan. Ze hebben ook echt veel meer andere leuke producten. Check it out, dukaan.nl. En ja, ook heel leuk om cadeau te geven. Dus ik word altijd verwend door Amit, de eigenaar. En ja, hij is echt goed bezig man, dus support hem. Kom, deze sugar! Ik ben gek! Doe gewoon hoe je denkt dat! Nee, jongen. Ze gaan helemaal los op deze pakken, hè! Dit is gewoon zo sweet, dit is echt, dit is zo. Doe dan wat je net deed. Shri Ganesha school, hè? Ja. Nice. Nou, dit is het shirt van Amit gekregen van dukaan.nl. Echt heel leuk. Super cute. Persoonlijk, ja. Dat was lichtelijk naam. Om hem, om zijn zus, of zusje, Holika, die had namelijk ook een barbaan gekregen. Dus, en voor jullie kinderen heel belangrijk. Ik rijd in de bus en ik ben het vaak. Dan moet ik niet stoppen met elkaar te vechten. Elkaar te vechten. Dit gebruik ik samen zeg maar op mijn gezicht. Die weten jullie wel. Die meegewerkt hebben voor deze dag. Hè? Op deze dag. Hè? Dat is voor de dag te maken. Nou, de dansjes die zijn geoefend door de vader van Ishan. Dat is Ashis. Sta er op. Hij komt met die met haar. Nou, Shanti kennen jullie wel, maar Shanti is de moeder. Dus Marka, ja. En Jus is naar een andere school gegaan in Utrecht. Maar zo zie je, haar moeder is ons niet vergeten. En dat vind ik toch een heel goed. Dat betekent dat wij heel bekend zijn. Het was niet de bedoeling dat ik hier zou staan vanavond, maar we waren een beetje laat. Dus we zouden in de klas komen met de verrassing. En wij hebben voor jullie holypoeder meegenomen. Dus bij deze willen we jullie in ieder geval een hele mooie holy toe wensen. Shuboli allemaal. Shuboli! Dankjewel. En met al deze poeder kunnen jullie straks lekker elkaar dus spelen en lekker leuke dingen doen. Ieder één stapje en gewoon lekker een leuke dag te maken. Lekker Shuboli allemaal. Ik wil Shuboli en blijf jullie de best doen. Je weet toch, veel zegen namens ons en namens de hele groep. Blijf je best doen en Shuboli natuurlijk. Yeah.
Dat is niks. Dankjewel. Nee, ik heb een foto. Je moet de achterkant. Isha stuurt door, ja? Ja, Skippy mag via Aya. Dankjewel voor de wereld. Helemaal ingedrukt hoor. Waar ga je hem zetten? Zet achterkant. Nee toch? Nee, voor. Hi, nice. Kijk eens, Esje. Wat zei je? Tag me erin. Pak hem op. Tag me. Echt hè? Ah, oh, zo leuk. Ja, is goed dat zit, hè? Oké, okay, dan wil ik ook een foto. Oh, ja. Hele verkeerde telefoon. Oh, ik kan niet even kijken. Dat doet hij niet. Nee. Ben ik vermaakt op? Ik heb een verkeerde knop. Yes, dank je. Ja, graag gedaan, hè? Natuurlijk moet de enige echte. Nee. Ja. Hij is niet de echte, hè? Is het dubbelganger? Ja, dubbelganger. Iedereen checkt die, hè? Echt, hè? Nou, kom, we moeten snel worden verloren. Dat is goed, tot ziens, hè? En nog een fijne dag verder. En wellicht herkennen jullie mijn personal bodyguard nog? Van Spanje. Van Spanje. En ja, die hebben op de basisscholen hebben die ook echt goed nodig, je weet toch? Dus. Popular lady. Voordat Mr. Sjaan boos op me wordt, dat moeten we niet hebben. Ah, je bent er, wat leuk. Ik vind Wally ook. We moeten dan meer over te hebben, want dat is super gezellig. Was het leuk, ja? Echt leuk, ja. Heb je het binnen gedaan of buiten? Nee, binnen. Ja, het was binnen het programma, maar buiten was het. Dus binnen was echt leuk. Oh, wat leuk. Oh, nou geweldig. Nou, dan moeten jullie hier. Sjoe Wally. Ja hoor. Sjoe Wally, thanks. Zaad naar Lila. Ja. Sjoe Wally. Dank u wel, Sjoe Wally. Yes. Als op lange manier. Ja. Ah, dank je. Ja. Super leuk. Zeker. Want we hebben mijn dochter die is een fan van jou. Dames, welkom. Heel erg bedankt dat jullie hier willen komen. En ik zou zeggen, laat het niet de eerste en de laatste keer zijn, maar blijf hier komen. Dit is jullie huis. En straks wanneer wij onze nieuwe woning hebben, ons nieuw huis hebben, dan zullen we het bundig gaan vieren. Ja, het is jammer dat ik zo moet spreken. Ja, maar nog even geduld, ons nieuwbouw komt eraan. We zijn nu in Utrecht op de Shri Krishna school en hier staat echt een heel programma ook gepland, dus nou, we zitten al onder, zoals je kan zien, maar het wordt echt super gezellig. Hoe is mijn manager van? Hi. Ze zijn er net in. In de auto zei ik al tegen. Ja, klopt. Echt waar. Leuk hoor. Maar waarom kom je wel af van die boerderij? Ik heb best wel een man. Nou, we zijn nu in Utrecht. De DJ is er. DJ, DJ. Hoe heet de woord DJ? MGA. Oké, komt-ie! 3, 2, 1!
De ouders die mogen hier blijven. Goed hoor. En we gaan nu samen met de ouders dansen. Want die hebben de hele tijd alleen maar gestaan en gekeken. Nu is het de beurt aan de ouders. Sadna, mag ik een mooi nummer weer voor de ouders? Nog een mooi nummer voor de ouders. Oh, sorry. Anders ga ik zingen hoor. 1, 2, 3.
drie. Raak me aan, kijk dan. Ja, man. Even je tegel. Yes. Ja, leuk, dank jullie wel. Heel erg graag gedaan. Kom maar. Ga maar, je moet naar buiten. Mama, ga maar naar buiten. En ik hoor die twee terug. Ja. Water geneden. 3, 2, 1. Yes, dat is het. Ja, leuk. Ja. Ja. Maar dit gaat niet helemaal goed zo. Ja. Ja, ik moet weer gaan, Nello. Ja, leuk. Graag gedaan. Oh, zijn ander buiten. Ja. Hey. Ah, tuurlijk. Kom maar. Fotootje. Nee, ga je meenemen. Ga je meenemen. Wat grapje. Laat hem naar dit hier. Kijk eens. Laat Poepa kijken. Zo, nu ga je met mij mee, toch? Ga je mee? Ja, toch? Nee. Oh. Hey, ja, tuurlijk. Gezellig. De hollypoeder zijn ze aan het uitdelen, super leuk! Ga jij niet vieren? Een eentje aan hem. Ja? Ja? Ah, oh, top! Ja. Oeh!
Je ja, kent hem gewoon niet eens, hij zit zo onder. Iedereen zijn op dit moment. Ja, dus die. Ik kan een paar foto's maken. Wat ga je doen? Dan ga ik een slow-mo doen, ja, die dingen. Hey, dat is wel een goede man. Nou ja, je zegt niks. Ik ben zeg maar met de Charlie Angels aan het chillen allemaal. Zeg maar, Dream Team. Shanti, bam! Shanti is Angel. Lila, bam! En wie is? Charlie Kadam! En Jess! Charlie Chaplin!